er moet heel wat weg, zoals je wellicht kan zien. Hè, we hebben al een heel groot gedeelte aan de achtergevel is bijna allemaal eruit gebroken. Om vervolgens echt naar de opbouw te beginnen. Een verrassing waarvan we al wisten dat hij er zat, maar hij zat nog verstopt achter een namaakgevel, was de oude historische Thalia-gevel, de vroegere ingang van de bioscoop. En het is fantastisch dat hij weer zo, nou, toch wel in behoorlijk goede staat naar voren is gekomen, hè, dit kopje. We gaan het ook proberen zo goed mogelijk te restaureren. Je ziet eigenlijk als je binnenkomt straks allemaal al spelende kinderen en komen waar de naam vandaan komt. De boomhutten in dit gedeelte. Ik heb zelf twee jonge kinderen en op een gegeven moment merk ik dus dat ik eigenlijk niet meer welkom ben in horeca met kinderen. En dat was in dat opzicht mijn soort van gat in de markt. Dat ik dacht van ja, ik moet gewoon een zaak maken. Zo'n zaak waar ik graag heen zou willen gaan. Het mooie is natuurlijk dat de oude binnenstad van Den Haag op zichzelf een enorm waardevol karakter heeft. En het is hartstikke goed dat dat er is en dat het ook behouden blijft. En vanuit de WOM, vanuit het stadion, vanuit de gemeente vinden we het ook belangrijk dat dat beeld in stand blijft. Dit is de oude ingang van de bioscoop, de Cinéma Américain. Helaas volledig verwoest door brand. Maar wat wel leuk is, je ziet nog oude details terug. En bijvoorbeeld hierboven het plafond is nog een oud betonnen plafond. Die willen we eigenlijk gewoon helemaal in stand houden. Dus we zijn bezig dat te restaureren en tegelijkertijd zie je eigenlijk hier nog de entree waar vroeger de pamfletten hingen als je hier naar binnen kwam. Dan liep je door die lange gang naar achteren, want achterin was de grote zaal. En je ziet dat het volledig de brand is aangetast, maar wellicht dat we hier nog wel wat mee kunnen. We onderzoeken het in ieder geval op dit moment.